Toen we aan dit evenement dachten, er bestond zoiets als een sportgala. En daar had ik zo mijn ideeën bij, want daarin hebben we dan vaak allerlei mooie bobo's en sporters die samen een feestje vieren over hoe wij onze sporters in ere houden. Maar ik dacht, ik heb toen ooit de kreet gehouden, ik zou heel graag van de bobo's de brabo's maken. Kortom, een sportfeest voor brabo's. En ik denk dat we hier behoorlijk in geslaagd zijn. Ik ben bijzonder trots om heel veel mensen te zien die ik nog niet ken. Want daardoor heb ik gewoon met brabo's te maken. En anders zit ik toch altijd weer een beetje met bestuurders. En daar is niks op tegen. Maar vandaag vond ik het een feest waard om met al onze sporthelden die afgevaardigd worden naar dat mooie Rio en ons daar gaan vertegenwoordigen. Waarin we natuurlijk altijd een beetje mee trots zijn als die succesvol zijn. Maar eigenlijk al trots dat ze er überhaupt naartoe gaan. Maar dat ik ook wel wil stilstaan bij dat hele mooie sportsysteem wat we in Brabant hebben met al die verenigingen, al die vrijwilligers. En dat we allemaal ooit begonnen zijn doordat we ermee kennis maakten, in zo'n vereniging terechtkwamen. En het bijna allemaal vanzelfsprekend was hoe dat hier in Brabant eraan toe gaat. En het zo mooi is als we met elkaar de successen, ook als ze in de top komen, mogen en kunnen vieren. Mooi gezegd.